We zijn in La Chapelle, een appartementsblok in Bilze. Dit appartement bestaat uit 13 appartementen. De eigenaar kiest voor kwaliteit. En wij hebben hier het sanitair, de ventilatie en de verwarming aangeboden. De klant vindt het heel belangrijk dat er wordt gekozen voor energiezuinige oplossingen die ook staan voor comfort. En ook de plaats in het appartement is heel belangrijk. Hij wil dus de berging zoveel mogelijk benutten zonder al te veel van de installatie te zien. We werken bijna uitsluitend met VAJO. Eerst en vooral omdat wij achter het product staan, maar nog belangrijker, wij krijgen service wanneer we ze nodig hebben. Hier staan 4 buitenunits in cascade, aangesloten op een buffer van 800 liter. En vanuit de buffer vertrekken we naar elk appartement apart met een pomp, die dan gestuurd wordt door een externe thermostaat. Die buitenunits staan op het dak. De bouwheer heeft gevraagd, zet ze op het dak, dan staan ze niet in de mensen hun zicht en ik kan hun toch alle comfort geven van verwarming en warm water. We hebben gekozen voor de lucht-water-warmtepompen van VAJO. Dit zijn de AeroTherm Splits. Wij hebben moeten kiezen voor de splits omdat de leidingafstand te groot was voor een monoblok. In combinatie met een fluorstore in elk appartement, zodat iedere bewoner wel zijn eigen warm water produceert. Het voordeel van onze fluorstore booster warmtepompboilers is dat elk appartement zijn eigen warm water opwekt in een collectief systeem. Dus dat is een uniek iets. Een jaar geleden hebben we dat op de markt gebracht en is toepasbaar in de collectieve systemen. Een installateur heeft mij het 3G-EPB-rapport aangeleverd van dit appartementcomplex, waardoor wij overgegaan zijn tot warmteverliesberekening en alzo een eerste voorstelling van offerten hebben gemaakt. Uiteindelijk zijn daar variantes gemaakt. Onze Fluostore Booster warmtepompboiler hebben we hierin aangeboden. Dit is reeds het tweede project wat we samen met Ed Verwarming doen, met collectiviteit in combinatie met de Fluostore Booster warmtepompboiler. Het grootste voordeel is dat we hier sowieso onder het EPL 20 geraken. Bijkomend is het verbruik laag en is er enorm veel plaats in de berging van elk appartement behouden. De bijzonderheden waren vooral dat de bouwheer onder het EPL 20 is gebleven, want dat was een absolute vereiste van de bouwheer. Wij zijn bekend met de VAJO Pro en wij maken er ook gebruik van. Eerst en vooral scannen wij sowieso al onze bestellingen in en wij monitoren onze installaties met de VAJO Pro app wanneer de klant daar ook toestemming voor geeft. Indien dat er een fout is, krijgen wij een melding dat de installatie in storing ligt, waardoor dat wij vaak sneller kunnen schakelen dan dat eigenlijk de klant het zelf weet. En bijkomend, als de klant bepaalde parameters wijzigt of er dienen bepaalde parameters gewijzigd te worden, kunnen wij dat doen zonder een verplaatsing naar daar te doen.